Uh, ja, Welkom allemaal bij uh, dit filmpje. Ik, dit is een filmpje over paragraaf 2.1. Het is een van de vier filmpjes die ik zal maken over hoofdstuk 2. En uh, elk filmpje gaat eigenlijk over één, één paragraaf van hoofdstuk 2. En dat kan je helpen bij het voorbereiden toets. Hoeft totaal niet, natuurlijk, je hoeft het niet te gebruiken. Maar wie weet vind je het wel fijn en dan kun je er gebruik van maken. Uh, en dit gaat dus over het hofstelsel en het feodaalstelsel, paragraaf 2.1. Uh, en voordat we daaraan beginnen is het even belangrijk om te weten dat. We het eigenlijk heel hoofdstuk 2 gaat over de middeleeuwen. En wat zijn die middeleeuwen nou eigenlijk? Dat is een periode van grofweg het jaar 500 tot het jaar 1500. Dus het is een periode van ongeveer 1000 jaar, dus echt een behoorlijk lange periode. Nou, en dat wordt vaak opgedeeld in twee periodes. De vroege middeleeuwen van 500 tot 1000 en dan de late middeleeuwen van 1000 tot 1500. En dat is ook al opgedeeld in twee tijdvakken. En dan zie je hier dus het tijdvak molk en redders van 500 tot 1000 en het tijdvak steden en staten van 1000 tot 1500. Um, dus daarin middeleeuwen wordt eigenlijk vaak in tweeën dus uh, gesplitst en vandaag gaan we dus eigenlijk ons vooral focussen op die vroege middeleeuwen. Want in die vroege middeleeuwen woonde dus bijna iedereen woonde ongeveer op een boerderij. Nou en hoe kwam dat nou? Het West-Romeinse Rijk dat was eigenlijk rond het jaar 500 was het gevallen en in het West-Romeinse Rijk had je nog was er was nog veel sprake van steden en wegen, uh, maar ook mensen die natuurlijk ook mensen die op, op, op het land werkten. Maar wat gebeurt er eigenlijk daarna? Die steden die uh, beginnen te vervallen van het uh, voormalig West-Romeinse Rijk. En dat worden eigenlijk onbeduidende stadjes. En iedereen gaat eigenlijk terug in de vroege middeleeuwen naar een soort van bestaan op het platteland. Er ontstaat dus een agrarische samenleving. Een agrarische samenleving is dus eigenlijk een samenleving waarin bijna iedereen boer is. Terwijl de Romeinse tijd, daar was sprake van agrarisch-urbane samenleving. En wat is nou daar het verschil tussen een agrarisch-urbane samenleving, is er dus nog wel sprake van steden en handel en nijverheid. En ook een hele grote. Uh, ook een heel groot gedeelte van de bevolking is boer. Maar in een agrarische samenleving is eigenlijk ongeveer bijna iedereen boer. En dat zie je ook in de PowerPoint terug. Want in de, linksboven zie je bijvoorbeeld een uh, voormalig Romeins stadje. Daar zie je dus dat, dat er nog sprake is van een stad. En je ziet boten varen. Wat op handel kan duiden. En rechts zie je eigenlijk waar we het voor, vandaag over gaan hebben: zie je boerderijen. En je ziet ook het huis van de landheer bijvoorbeeld. En je ziet horen gaan aan het werk. Voor de landheer, maar daar zie je dus eigenlijk veel meer dat er dus een agrarische samenleving ontstaat en dat je dus eigenlijk op een gegeven moment allemaal uh, boerderijen krijgt rondom eigenlijk het huis van de heer. Um, wat, wa, wat is nou die omslag naar die uh, agrarische samenleving? Er zijn eigenlijk verschillende oorzaken voor. Hè? Het begint dus met die neergang waar ik het dus eigenlijk net over had van het Romeinse Rijk. Um, en daarna zie je dus dat heel veel mensen, er ontstaat heel veel onrust. Hè. Dus het zijn lokale elen die proberen macht naar zich toe te, te trekken. En dat leidde tot grote oorlogen en grote onveiligheid. Nou, als er een grote onveiligheid is, dan wordt reizen dus moeilijker. En als reizen moeilijker wordt, betekent dat automatisch natuurlijk ook dat de handel krimpt. Um, waardoor er ook minder gebruik wordt gemaakt van, rel, uh, van geld. Hè, en dan ontstaat dus een ruilhandel. Het geldsysteem zeg maar, van de Romeinen begint een beetje te verdwijnen. Te verdwijnen en het is nu worden de dingen gereld als koeien voor schapen dat is dan wat ruilhandel is ruilen eigenlijk zonder geld als tussenmiddel en doordat er dus nog nauwelijks stedelingen zijn ook die die luxe producten kunnen aanschaffen loopt de nijverheid vervolgens ook terug hè dat is dus hè, mensen die uh, in winkels werken om kleren te maken maar ook bakkers en uh, uh, smeden maar van alles en nog wat um, dat is eigenlijk nijverheid en er verdwijnt dus ook veel van die ambachtelijke kennis, zeg maar, die specialisatie, die verdwijnt een beetje. En je ziet dus ook, ik dat eigenlijk wat je hier dus ziet, al die, die oorzaken op een rij, dat is eigenlijk een soort van uh, domino-effect zou je kunnen zeggen. Hè? Het begint met het neergang het Romeinse Rijk en daarna gebeurt dat, en daarna gebeurt dat, dus het alsof er allemaal domino steetjes omvallen en de ene oorzaak veroorzaakt weer de volgende oorzaak, zou je kunnen zeggen. Het gevolg hiervan was eigenlijk dat er autarkie ontstaat. En wat is nou uh, autarkie? Dat is eigenlijk zelfvoorziening. Hè? Je ziet dus dat die nijverheid, die verdwijnt dus en die specialisatie. En autarkie is eigenlijk dat je dus voor jezelf uh, moet zorgen. Hè? Dus die mensen in de vroege middeleeuwen die moeten nu in één keer allemaal zelf een eigen kleding gaan maken en eigen uh, voedsel uh, moeten ze verzamelen, een uh, eigen werktuigen een eigen huis maken. Hè? Eerst was er bijvoorbeeld nog specialisatie in de zin van hè, dan kon je kleding kopen bij de, de, de klerenmaker en zo. Maar dat komt er dus steeds minder, omdat het dus steeds meer eigenlijk een agrarische samenleving wordt. Waar je dus je eigen behoeften dient te voorzien. Um, ja, en dan zie je hier op de, in de PowerPoint-slides ook mooi. Hè, je ziet allemaal verschillende boerderijen. En die boerderijen zijn allemaal door de boeren zelf gemaakt. En ze dragen kleren die ze zelf hebben gemaakt. En die vorm van zelfvoorziening heet dus autarkie. Um, wat we vervolgens krijgen is dus eigenlijk dat het leven op een domein ontstaat. Nou, want er is eigenlijk geen sterk, st geen sterk Romeins leger meer dat de orde bewaart. En dat is dus, he, dus boeren zitten ook, die, die, die willen veiligheid. He, van rovers of andere legers, et cetera. Um, dus ja, wat doe je dan als er geen sterk Romeins leger is? Dat je die, die, dat sterke Romeinse leger, dat die Pax Romana, he, die Romeinse vrede, vasthield eigenlijk. En dat is er nu niet meer. En wat gebeurt er dan? Is dus dat boeren. die zoeken een manier om zich dus ook. dat, 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 dat ze zichzelf kunnen verdedigen. of verdedigd worden eigenlijk. Ze zoeken dus eigenlijk veiligheid. En dat is dus op het domein. En domein is dus het grondgebied van een heer. En dan zie je hier eigenlijk op de. op de. op de, op de slide zie je dus mooi. eigenlijk een voorbeeld daarvan. Dit is het, het huis. Of, dit is een voorbeeld van zo'n domein. En rond dat domein, wat we in een eerdere afbeelding ook al zagen. ontstaan er dus allemaal. Um, Boer, boerderijen, et cetera, omdat die dus, hè, die kunnen dan worden beschermd vervolgens door, door zo'n heer. En zo'n domein was ook vaak van een belangrijk militair leider. In ieder geval iemand die dus kapabel genoeg was om dus die boeren te beschermen. Um, en en dat domein dat komt dus eigenlijk zo centraal te staan dat we ook wel spreken van een domeinstelsel in die economie. He, dus in, in die economie begint dat domein zo'n grote rol te spelen dat we dus spreken van een domeinstelsel. Of het wordt ook wel hofstelsel genoemd en een hof verwijst naar een hoeve, of dat is eigenlijk een ander woord voor boerderij van een heer. En dat is het centrum dus van elk domein. En alle boeren waren afhankelijk van zo'n heer, zeg maar, zo'n heer die op een domein woonde, maar het verschilde in de mate van hoe zeer ze onder, onderworpen waren. Daar kom ik zo meteen eigenlijk nog even op terug, want er zijn dus verschillende soorten boeren eigenlijk. Maar je ziet hier zie je eigenlijk een mooi op de slide als ze naar de slide kijken, naar de afbeeldingen dan zie je eigenlijk mooi weergeven hoe zo'n hofstelsel nou eigenlijk werkt Je hebt dus de heer aan de linkerkant en die biedt bescherming en landbouwgrond eigenlijk geeft hij aan de boer en de boer geeft eigenlijk een deel van de oogst en heren en uh, ...verschaft herendiensten aan de heer. Op herendiensten kom ik later zo meteen ook nog even terug... ...maar dat kunnen eigenlijk van allerlei klusjes of taken kunnen dat zijn. Uh, maar er ontstaan eigenlijk, hè, omdat ik net ook al zei van... Hè, ...er zijn dus verschillende soorten boeren zijn er eigenlijk... ...en daar ga ik nu even verder op in. De eerste groep boeren, en dat is niet een hele grote groep boeren... ...maar die is er wel, dat zijn de vrije boeren. En de vrije boeren die hebben een eigen land, een eigen goederen... ...en bezittingen en hebben dus ook eigenlijk meer vrijheid dan de andere twee groepen boeren, waar ik het zo over ga hebben. En maar in oorlogstijd moeten zij hun heer volgen in de strijd, en dan moeten ze vervolgens zelf zorgen voor hun militaire uitrusting. Ja, dus dat moeten ze doen, maar dat was erg duur. En um, daardoor konden ook heel veel van die vrije boeren, konden dat eigenlijk niet goed betalen. En dat, kwam er dus, en dat zorgde eigenlijk voor dat er ook niet veel van die vrije boeren waren, en dat er ook steeds minder vrije boeren kwamen naarmate dat, naarmate na, na de eeuwen voordeed en dat domeinstelsel steeds verder ontwikkeld werd. En dan krijg je eigenlijk de belangrijkste groep boeren, noemen we ook wel, horigen. En die hebben geen zware militaire plichten. Um, en die hebben wel eigen grond om te bewerken. Um, maar die mogen bijvoorbeeld, hebben wel minder vrijheid, want die mogen niet hun landerij van een heer zonder toestemming verlaten. En ze moeten bepaalde diensten voor de heer verrichten. Dat zijn herendiensten en dat kan van alles en nog wat zijn, allemaal... Uh, klusjes voor de heer, meehelpen aan de verbouwing van het kasteel, van alles en nog wat. En dan heb je nog lijfeigenen, en dat is eigenlijk de derde groep. En dat zijn mensen zonder bezit en die werken als knecht en die zijn volledig in de macht van een heer. Dus de meest vrije zijn eigenlijk de vrije boeren, dan heb je de horen en de lijfeigenen. Maar ja, die vrije boeren die hebben dus wel het meest vrijheid, maar die, daar zitten dus ook nadelen aan. Bijvoorbeeld, die heer moeten volgen in oorlogstijd en zo'n militaire uitrusting kunnen betalen. En daarom zijn er dus ook niet veel vrije boeren. Wat we dus eigenlijk zien in de middeleeuwen is dat er een soort elitaire samenleving ontstaat. Hè? Er ontstaat een standenpyramide, die uh, we ook in de slide mooi kunnen zien, weergeven. En je ziet dus ook in die slide dat, hè, dat bestaat uit die, standen, die standenpyramide bestaat eigenlijk uit drie standen: je hebt de geestelijke en de edelen, de eerste en de tweede stand zijn dat. En dan heb je de boeren en burgers, en dat is de derde stand. Nou, die geestelijke en edelijke zijn belangrijk, en daarboven staat nog helemaal de koning natuurlijk. Maar die geestelijke en, en edelen, die vormen samen ongeveer zo'n 5% van de samenleving, zoals we hier ook aan de rechterkant van de slide zien. Terwijl die, bo die boeren en burgers, die vormen eigenlijk 95% van de samenleving. Dus je merkt echt dat verreweg het grootste gedeelte is boer of burger, maar de macht ligt eigenlijk bij die 5%. Want die samenleving, de machtsverschillen zijn dus eigenlijk heel groot in die vroege middeleeuwen. Want de samenleving wordt gedomineerd door de adel, uh, en een kleine groep, uh, dat is eigenlijk dus een kleine groep grootgrondbezitters. Um, en leden uit de adel treden dus onder andere op als bestuurders, krijgheren en rechters. En geestelijke, niet altijd, maar heel vaak, komen vaak ook voort uit de adel. Belangrijke geestelijke in ieder geval. Um, en de adel en de ge uh, geestelijkheid zijn dus de twee hoogste standen. Dat zijn dus eigenlijk, standen is gewoon een ander woord voor sociale groepen eigenlijk. En de boeren die vormen dus de derde stand. En... De adel dankt dus zijn macht eigenlijk in feite aan het feodale stelsel, wat we ook wel leenstelsel noemen. En hoe werkt dat feodale stelsel nou? Leenheren lenen gebieden uit aan leenmannen. Um, en die leenmannen, die, vers, uh, die besturen in naam van hun leenheer, besturen zij eigenlijk het gebied. Um, de koning is uiteindelijk, hij staat helemaal bovenaan de piramide, dus is het uiteindelijk de hoogste leenheer. Uh, de leenman die betaalt ook eenmaal een grote som geld. En die beloofde strauwe militaire dienst. Maar als we hier dus ook in de slide kijken, dan zien we dus rondom Parijs, dat is het meest donker-oranje. En dat was rond het jaar 1000. En dat was eigenlijk het enige gebied dat echt direct onder bestuur van de koning lag. Want al die andere besturen, gebieden, waren dus uitgeheerd, uit, uitgeleend door de koning aan leenmannen, die dus in naam van hem bestuurden. En die leenpyramide komt er dus eigenlijk als volgt uit te zien. Je hebt dus, hè, hier zie je dat voorbeeld, je hebt dus die koning, die staat bovenaan. Dan heb je de belangrijkste leenmannen van hem eigenlijk, dat zijn de kroonvazallen. Uh, daar vallen krijgers, graven, hertogen onder. Die hebben vervolgens ook weer een eigen uh, vazallen. Dat noemen we dan de achtervazallen, dat hoef je allemaal niet te weten hoor. Maar dat zijn uh, onder andere burgheren. Daaronder die hebben vervolgens ook weer. Van dus het, het gaat steeds het gaat in een soort van piramide van de hoge macht, leed uit aan de lage macht, leed uit aan de lage macht, etcetera. Totdat je dus bij de allerlaagste man, la, macht komt. En die krijgen dus onder andere land om, om te bewerken van een heer en dat is dus dan de landbouwbevolking. En dat ontstaan van het feodale dat vindt eigenlijk plaats onder Karel Martel in de periode dus die van 690 tot 741. En hoe ontstaat dat feodale stelsel nou? Die Karel Mattel die verzint dus dat ruiters moeten aan hem een eed van trouw afleggen. En hij zorgt dus vervolgens voor hun levensonderhoud. Dus dat is de manier waarop hij een goed leger weet te ontwikkelen. En die mensen, die ruiters, die worden dus dan vervolgens een vassal genoemd. Dat is een begrip dat dus in je boek staat. En dat moet je dus ook kennen. Um, en Karel besluit dus... Mannen boerderij in leen te geven, zodat zij dus hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Want het was vrij lastig om dus zo'n leger te kunnen voeden. Dat kost natuurlijk heel veel voedsel. En daarom verzint hij dus van oké, okay, al mijn strijders krijgen een eigen stukje grond, waardoor ze zichzelf kunnen voorzien en ik dus daar niet voor hoef te zorgen eigenlijk. En dan krijgen we vervolgens krijgen we Karel de Grote. Hè? Dus die Karel de Grote is eigenlijk een nakomeling van Karel Martel. En die breidt dat systeem eigenlijk nog verder uit. Want dat sy systeem van Van Valsallen had dus in feite een militaire oorsprong, omdat het dus over de ruiters uh, ging. Maar, maar Karel de Grote die zette dus eigenlijk als het ware de tweede belangrijke stap, en die koppelde dus het leenstelsel aan bestuur. Dus niet meer alleen uh, soldaten werden tot leenman gemaakt, maar ook hoge bestuurders. En dat is in feite wat we links zien in het schema. Je ziet dus dat uh, de eigenlijk macht vanuit de vorst wordt gegeven aan de hoogadel. Die geeft vervolgens trouw terug aan de vorst. En die hoogadel die heeft vervolgens weer lage adel als achterleenman. Maar het is dus nu ook een bestuursvorm geworden. Het is dus niet alleen soldaten die dus, uh, tot leenman worden gemaakt. Nou, die middeleeuw die was dus een standenmaatschappij en die werkte dus eigenlijk vanaf de top. Had je dus de vorst staan en die had, daaronder stond dan de adel en de geestelijkheid als standen. Uh, maar je ziet dus hier eigenlijk ook hoe dat, eigenlijk dat feudalistische systeem werkte. Je hebt dus als vorst heb je, uh, geef je gebied te leen aan, aan kroonvazallen, die lenen dat gebied vervolgens weer uit. Aan een vazalle, die weer aan een achtervazalle en die weer aan de achtervazalle. Achter en zo gaat het eigenlijk stelkens een treedje lager. En dan dat geef je dus eigenlijk uh, leen en bescherming vanuit boven. En vanuit onder is het dus dat je eigenlijk raad, trouw en militaire hulp uh, belooft. Natuurlijk, met name die militaire hulp is ook belangrijk, maar ook die raad en dat je trouw bent aan je uh, leen hier is eigenlijk ook super belangrijk. En in de praktijk had een leenheer had ook de macht om zeg maar het land af te nemen van de leenman. Want het was natuurlijk officieel was het land van de leenheer. Alleen in de praktijk gebeurde dat niet zoveel. Want in de praktijk werd eigenlijk die, dat gebied van de leenman ging eigenlijk over van vader op zoon. En zo werd het een, eigenlijk een erfelijk systeem in de praktijk. Um, wat even goed is om je dus nog over deze paragraaf echt van bewust te zijn. Hè? Dus we hebben twee systemen behandeld, die dus allebei verschillend zijn. Hè? En deze twee worden vaak door elkaar gehouden. Maar je hebt dus dat hofstelsel. En dat is dus eigenlijk, hè, dat is dus om die domeinen rond dat domein gebaseerd. En dat is dus hè, dat je de, de, de heer hebt die... Uh, bescherming en landbouwgrond geeft aan de boer... en de boer geeft een deel van de oogst en die herendiensten terug, zeg maar. Dat is eigenlijk dat, dat hofstelsel, heel simpel uitgebeeld. En dan heb je dat feudalistische systeem, waar je dus de koning hebt... en die geeft aan de hoge adel, geeft die uh, land te leen... en die geven vervolgens het weer aan de lage adel te leen, et cetera, et cetera. Zoals we eigenlijk net in die piramide staan... Maar dus dat leenstelsel en dat hofstelsel, dat wordt vaak door elkaar gehaald. Maar dat zijn dus eigenlijk twee heel verschillende uh, systemen, zou je kunnen zeggen. Het hofstelsel, dat is eigenlijk meer een economisch systeem. En dat leenstelsel, dat is meer een politiek systeem, een bestuurlijk systeem. Nou, dat was eigenlijk paragraaf uh, 2.1 in zijn uh, geheel. Um, dus ja, echt dingen om echt uit deze paragraaf te halen zijn dus bijvoorbeeld echt. He, die ontwikkeling van het hofstelsel en dat feudalisme verodal, en dat leenstelsel, dat is echt belangrijk. En dus ook om goed, te, goed in je hoofd te houden, oké, okay. dat zijn dus echt twee aparte systemen die dus echt veel van elkaar verschillen. En dat je niet op je toets die twee door elkaar gaat halen. Um, even kijken, en de volgende slide.